een hele leuke doosje. Het wordt donker trouwens. Nee hoor, dat valt wel mee hoor. Dat staat erop. Het lampje, hè? Die ga ik straks uitproberen. Maar het doet even iets anders dan, dan dat Roderick het doet. Voordat ik hem op mijn schouder zet, doe ik hem eerst aan. Dan weet ik tenminste wat ik doe. Want het is allemaal nog even wennen. En als ik het eenmaal weet, dan kan ik het doen wanneer die op mijn schouder zit. Ja, toch? Goedemiddag lieve vrienden, ja welkom weer bij een gloednieuwe vlog van Corinna en de Beestenbol. Het is vandaag donderdag 24 februari en we leven alweer om 3:15 en ik ben ontiegelijk laat, maar ik heb ook weer lekkere hoofdpijn. Ik weet waardoor het komt, want morgen is het alweer 5 jaar geleden dat mijn man is overleden. Ja, mijn mannetje heette Jack Luisterburg de Jong. Ja. Ook met de jongen erachter. We hebben allebei de namen aan elkaar kunnen koppelen. Dat het één naam is. Zonder een streepje. Wel spaties, maar zonder een streepje. Dus ja, daar zit ik weer tegenaan te hikken en te doen. En ook is Karen en Roderick onderweg. Tenminste, die zouden om 3:30 vertrekken. Ik ga zo de meisjes weer even uitlaten. En ik hoop dat het droog mag blijven. Want ik moet nog naar de foamer toe. Om kattenbakgrit te halen, anders ja, daar zit ik morgen, want morgen komt ook, ondanks alles, Stefan. En dan moet ik toch wel weer even een nieuwe kattenbakgrit halen. En nou heb ik een vlies voor mijn oog en dat is lastig. Ja, komt er weer een vlies voor en dat is niet fijn, ook allemaal zenuwen. Allemaal nervositeit. Ja, en ja, laten we onze mond maar houden over die virus en over dat achterlijke gebeuren. Want we douwen het gewoon door je strot heen. Je kan wel kwaad worden, maar het helpt je niks. Dus we krijgen hetzelfde leven dan in China. Puntensysteem en je geld wordt bevroren als je te veel uitgeeft. Noem maar op. Hallo, wie je geld is het? Dat van jou of dat van hun? Ja. Het is vreselijk. Gewoon erg. Maar ja, we moeten er voorlopig maar mee leren leven totdat je ook inderdaad ergens aan wat dan ook komt overlijden. En dan ben je vrij, ben je verlost van deze afschuwelijke toestanden. Maar oké, daar hebben we het nog niet over. We proberen er gewoon een gezelligheid van te maken. En Elwin ligt al te piepen, die wil naar buiten. En gelijk heeft ze, maar het heeft gespoeld net. Echt gespoeld. Poelt, komt met bakken naar de hemel neer. Het is nou zo te zien droog, dus we gaan erdoor. Ik zou zeggen, gewoon genieten van je dag. Doe alles wat voor mijn part niet mag. Ja, het is jouw leven. Gewoon doen wat jij wilt. Ja, simpel. Ik zou zeggen, lieve vrienden, geniet ze en tot later. Bij mij lukt het allemaal niet hoor. Nou. Man, let eens eventjes op mijn rode erop. Ja, op zijn scherm. Let op. Zie je wat het uit? Nee, ik zie niks. Nu wel. Maar ja, jullie hebben niks. Hé, hey, wauw. Ik heb het wel zo eens. Zo zie ik niks. Ik heb het wel eens gezien bij, dan maak ik reclame, maar ik word niet gesponsord bij Wish & Alias. Ja, maar hoe vindt u dat? Ja, hartstikke goed. Nou, dan moet u toch eens een keertje even met Marianne eens een keertje naar ons toe komen. Ja. En dan even naar onze telefoonwinkel, waar ik dus een samenwerking mee heb. Mm-hmm. Ja, zo kunt u lekker gewoon merken. En naast. Ja, die ziet niks mee, nee. En zo zie ik weer niks. Ja, daarom. Dat is ideaal. En dit is wat anders. Ja, dat zie ik wel, ja. Je moet alleen dus dit. Ja. Ik weet niet hoe ze het doen, die pet Polaroid of zo. Oké, maar schat. Die mooie felle lampje. Ja. Ik moest mijn jas erbij pakken. Ja, voor mij moet dat. Ja, mijn jas is nat, man. Nat? Ja. Nat, op de hang maar over mijn rollator. Maar denk op het zit. Die is zo nat. Dan moet ik een stok hebben. Nou zeg, piepert. Wat is er? Oh ja. Je lijkt
juist niet met mijn vers kunnen doen. Ja, ook, maar... Dat is wel, denk ik. Ja, ja, uw jas, en dat is handig, want dan kan ik hem gelijk erop houden. Ja, maar ik heb verschillende jassen. Ja. Deze jas, bij wijze van spreken, drijft door nat, dus moet ik weer een andere jas aan. Ja, oké, okay, maar... En ik heb mijn regenpak. Nee, lieve vriend, ik ga niet weg, hoor. Nee, echt niet. Moet die ook nog dicht? Dat hoeft niet. Dat, en dat hoeft niet. Nee, nee. Ga gewoon nee. Even zitten. Nee. Nee. Oké, okay, schat, even, nee. Even gewoon goed aan. Rijka, kom eens hier. Nu, één, en luisteren. Meen het. Ben ik weer bij je? Nee. Goed opletten. Ja. Daar natuurlijk. Ja, je kunt hem ook wel in. Stel je voor dat moeitje op. Mooi, man. Pak uit. Pak uit. Klopt. Dat het uitgepakt wordt, pak voor de camera. Even kijken. Kijk. Een heel leuk doosje. Het wordt donker trouwens hier. Nee hoor, dat valt wel mee hoor. Dat staat erop. En wat, ja, zit erop? En wat staat erop dan? Elite series. Ja. Oké. Okay. Guardian Angel. Een Guardian Angel, man. Ja, maar Garden is... Mama, kan je het goed uitspreken? Garden is tuin. Ja. Nee. Ja, Garden is tuin, maar Guardian... Nee. Mama, luister even naar Ro. Guardian is Guardian. Bewaker. Oh, bewaker. Dus Guardian Angel is een bewaker. Beschermende engel. Een beschermende engel. Nou ja, hij komt wel nog. Een bewaakengel, maar... Nou, dit is de ene helft. Ja, er zitten allemaal liggies, dingetjes, dat zien jullie straks werken. En dan heb je hier, dat is zacht, maar daaronder zit weer magneet. Auw, mijn vingers. Auw. Kabeltje, we gaan hem opladen. USB-C, en een kabeltje. Nou, dan denk ik dat hier wat af kan. Ja. Hier zie je waar ik kan trekken. Gewoon daar inderdaad, trek. Ja, trekken, ja. Hij is stevig. Zo dan, halleluja. Jeetje. Dus die valt niet zo heel snel af, zeg maar. Moet u het maar eens even zo opzetten, zeg maar. En kijk uit voor uw vingers. Dat zeg ik. Dat is dus een magneet, maar dit is zacht. Dat voelt lekker aan, omdat je het op je schouder moet. Onder je jas, maar zo. Nou moet ik hem dus onder mijn jas zien te krijgen. Zo hè? Ja, dat klopt. Een stukje naar de schouder. Dat zachte stuk. Ik ook nog net bij capuchon. En ja. Wat zei jij? Nee, dat vertel ik niks. Onder mijn jas. Ja. En dan die er bovenop. Ja, dat begrijp ik. Hij zit dan gelijk. Ja, hij zit gelijk. Nou, dan zag ik Roderick in de film ergens op drukken. Ja, zo. Niet daarop, nee. Nou, ik ga weer even naar Roderick. Die, Nou, en dan moet u... Ja. Ga even weg. Rijka, kom eens hier. Kom eens hier. Meisje. Nou ja, brompot. 1, 2. Oké. Knopjes. Lampjes. En hier, 5 knopjes. Zo dan. Dat zie ik niks. Zo dan. Dat geeft genoeg licht, ja. 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 En hij zat heel veel. Ja. En anders moet hij hem er eventjes in de knop halen, man. Dan kun je hem nog bedienen, zeg. Nee, nou, maar dan kun je even, mama, even alles even uit. Nou, even met rood weg. Ja, achterkant. Ja, en goed. Rood knipperen. Ja. En rood signaaltje. Rood signaal. En weer uit. En ja, en als u hem weer aandoet, gewoon voor of achter, ja, die, dat is voor. Doe maar beter even achter. Voor of uit. Ja, nog een keer. Juist, en dan heeft u aan de aan die kant, heeft en moet... Elwin, kom eens hier. Elwin, wegwijk, je mag niet eens niet in de stoel. Ik heb voel aan de voorkant nog een knopje. Even kijken, hier zit dus dat. Grote knop? Nee, schat, doe gewoon ook even eventjes de achterkant aan, schat. Ja, ja. Nee. Ja, voor het zachte, dat en de mam eventjes alles weet. Gewoon even alle knoppen. Hier staat de S van front. De
voorkant. Maar als die hier ook zit, ik zie dat niet. Nee, maar Emma, u heeft het snel genoeg in de gaten. Zo zit hij op uw schouder. Ja. Kleine knopje voor hem. Ja. Dat is even een lampje. Om in het donker, als hij nachtzicht heeft, kan hij wat zien. En niemand ziet u dat hij iets ziet. Ik heb nog 3 lampjes. Ja. Ik heb wat meer zien. En een witte lamp. Ja. U heeft, in plaats van al die rode lampen, al witte lampen. Ja. Dus dat geeft 7 keer meer licht. Bijna. Ja. Ja, en u kan hem dus ook van even minder fel naar feller. En dat wou ik even tegen jou zeggen van... Dit, dan hebben we hier een kopje. Als we hem dan gelijk ook nog op haar ding doet... Dus dan moet wit hebben. Kijk eens, dan heb ik gewoon wit in. Ja. En dan neemt en achterste knop. Achterste. Deze. De middelste. De kleine. Juist. Zo. Nou, en dan kan hij nog minder, volgens mij. Juist. Ja. Dat is minder. Daarop zetten gewoon wanneer de straatlantaarnpaal wel branden. Bijvoorbeeld, ja. En wanneer het uit is, kijk hem desnoods zelf. Ja. Hij heeft 4 standen, dus de maximaal. Heel fel, iets minder fel en het zakt. En dat is achter en dus ook. Deze kant. Dus dat geldt voor alle lampjes, zeg maar. Dus ja, maar dan de achterkant. Dat is deze. Die drukt er 1 keer in. En, dat is dan, dan dezelfde heuvel als dezelfde felheid, zeg maar. En de middelste. Drukt u weer in, dan gaan ze allemaal heel fel. Maximale felheid. Zo, nou staan ze op zacht, denk ik. Ja. Nog eentje. Nee, dan word je weer fel. 1, 2, 3. Dit is de minste. Ja. En ik heb dan oranje, zeg maar. En dan als je alles uit doet, ja. Opgaan. Dus nee, opgaan niet. Nog een keertje achter nog een keer. Patroontje en weer uit. En dan de voorste ook. En dan? Die achter is nu uit. Die drukt u F in van vond. Die gaat dan knipperen en gaat aan. Oké. Okay. En dan heeft u ook en ook dus dat andere lampje. Die in die voorste front. Deze, dat is het rode lampje, zeg maar. Om even iets te zien van in het donker. Ja. 1 keer indrukken. Het kleine knopje hier. Een deken. Ook daar. Dat is aan uit. Ik ken hem zelf. Wat ik ook nog kan doen, want ik heb de zaklamp in mijn rollatormandje gehad. Maar die rolt alle kanten op. Ja, en u kan hem ook gewoon op uw bel doen hoor. Ja, doe maar. Kijk. Alsjeblieft. Help je wel? Zo, schat, alsjeblieft. Ik heb er nu net lekker in. Okay. Ja, maar ik had de dingen hier zo. Ja, en dat kan ook hoor. Dat kan wel, als maar iets ijzigers is. Ja. Toppie. Dan moet hij weer uit. Dat is weer het voorste knopje, 1 keer indrukken. Nee, dat is die. Het is even leren. Ik denk dat zo hebben we een dubbele functie. Dus deze een paar keer indrukken, die F. Dan gaat hij dus aan knipperen. Waar is dat ding nou? En dan... Waarschijnlijk kunnen we net gevallen zo dat... Nee, het zit ergens in de jet. Nou zeg. Rijk, ja, kom eens hier. Hoe nou mijn schouder gevolg kwijt? Mijn schoudergeval ben ik. Ja, hij trekt dat in, wel. Ja, dat zeg ik. Nee hoor. Niet? Nou, hij moet toch ergens wezen, hè? Ik heb het niet horen vallen. Nou, als ik hem de weg ga halen en ergens neergelegen. Dat zou best kunnen. Nou zeg, hoe kan het nou? Nou, omdat u heel druk bent en Rodi is ook continu heel druk aan het praten. Daarom zeg ik al rustig. Maar... Ja, echt hè? Heel raar. Zo zeg, ik leg hem op mijn schouder. Je moet hem horen vallen. Dus dat kan niet, dus dan moet ik hem ergens neergelegen hebben. Doosje leeg. Het snoertje ligt er wel. Maar waar heb ik mijn eigen apparaatje nou in? Oh nee. Dat is die? Ja, maar nou het magneetje is pleiten. Hoe kan dat nou? Dat wil ik niet. Zo hier. Ja, dan ga je lang toe. Ach. Ja, dat is uit de jas gevallen en eruit de magneet. Ja. Ja, en die hoor je ook niet. En dat hoor je niet. Nee. Zat dan nog later vast. Nou, weer wat leuks.
Ja. Dus het frontlicht, het achterlicht. Ja, je krijgt hem zo weer, maar ik zit al aan het lachen. Daar. Schuil even het lichtje op haar, even wit alsjeblieft, hier naast me, wit. Gewoon even geen knipper, nee, hier naast me. Hey meisje. Hi, echt wel goed. Ja, daarom, je moet leren, hè. Er zijn een aantal modi, dus zeg maar aan, knipperen, patroontje, uit. Dat zijn voor- en achter knopjes, zeg maar. Ja, ik moet eigenlijk als ik weg ga te lopen, ja, met de dames, voor wit, achter rood. Ja, dus ik voor één keer in en achter één keer in. Dat is voor? Ja. En ja. Achter. En dan achter. Ja. En dan. Ja, en dan als je het... Kijk. Doe even iets wat meer licht aan man. Even hier in huis. Want dit is even voor mij ook heel donker aan het worden. Ik zie even. Nou, ik heb niet. Kijk, fijn, dit is beter. Oké, dan ga ik het even rustig uitleggen. Oh, ik sta voor op uw camerabeeld. Maar oké, fijn. Ik ga het even rustig uitleggen. Doe het even zo. Laat even in beeld zien. Ja, doe ik even zo. U zit hier, dus het front. De F hier, ja, is een front, dat is voor. Ja. De R is voor achter. Ja. Ja? Dus ja, mooi. Dan, als u hier dus front, dus als de voorkant een paar keer indrukt, krijgt u dus dit, ja, zeg maar. Dit is gewoon normaal. Ja. Dit is knipperen. Ja. En dit is dat hij gaat lopen. En gaat lopen. En dit is uit. Ja. Achter die. Achter is dat dus dit. Ja. Heen en weer. Heen en weer. En uit. Dan heeft u dus ook dus nog deze. Ja. Rooklicht voor rooklicht. En dan is hij uit. En dat is voor alarm? Deze is inderdaad, als u hierop drukt, dan is het gelijk dit, het alarm. Oké, ja. En dit, die dus nu echt gaat branden. Stel, u bent ergens en u moet 112 bellen. Ja. En er komt een heli aan of zo. En dan kan hij zeggen, ja, maar jullie zien mij, want ik heb een knippertje. Ja. En die kun je van bovenaf zien. Oh, juist. Okay. En dan wat het ook is, ik doe even achteraan. Ja. Dan kan u dus met deze hier. Ja. Hier heeft u dus een zonnetje, zeg maar, met ja, wit en zwart. En hier kan u hem dus mee vellen stellen. Ja. Ja, de vellen, dat heb ik pas nodig, want die lamparen als het niet doen. Dus dat is eigenlijk het enigste. Dus. Ja. Een toppie. Ik ga hem vanavond gelijk uitproberen. Maar ik ben blij dat de verlichting het nou weer doet. Mm-hmm. Van de week kom op de gracht. Alle verlichting. Dat is niet anders. Van de Mosselbrug tot aan de Beatrixstraat toe. Nou, hij is hartstikke mooi. Ja. Enkel de rode Rik die kan meer hoor. Ja, maar die is ook hoger in rang dan ik. Ja, ja. Ja, maar uw lampje en die is feller dan die van rood. Ja. En even kijken of die achter die lang indrukt. Dan geef dus aan hoeveel batterij erin zit. Ongeveer half vol. Oké. Even kijken of deze dat doet. Die geeft dus een SOS-signaal. Ja, even knipper, knipper, knipper. En dan zet hem nog even uit. En deze is dus in de paniekmodus. Oké. Maar ook allemaal weten. Jij leert het gewoon zelf. Ja, dus wat is dit? Achterknop. Hier dit dan? Oh, dat is versieren of zoiets. Welke? Zitten vier knopjes aan. Kijk ik die inkepingen. Dat is om een dingetje vast te maken. Hier. Even kijken. Nee, kijk, hier ook. Die deukjes. 3 en daar ook 3. Ja, dat is voor een houdertje. Voor bijvoorbeeld de fiets of iets dergelijks. Oké. Okay. En als ik hem losmaak, dan zit hier een klepje met een USB-C oplader. Oh, maar ketting doet het niet. Dat is niet zo mee dan. Kijk dan. Ja, lief toch. Lief, ja lief. Dan moet ik dat klepje zoeken, hier al geloof ik. Hoe is dat zo schat? Dat zit nog dichtgeplakt.
Wat? Is het dichterpak? Wie is het dan een klepje? Ik weet niet. Ja. Daar. En daar moet die lader erin. Ja, en dan kan u gewoon opladen en via uw stekker van de telefoon, zeg maar. Of daarin. Ja, dat kan ook. Nou, moet u wel willen. Pak het dan. Ja, hij zit er nou wel in, maar ik hoor hem niet gaan. Ik wil jou niet horen, want ik... Het is alleen maar, ik heb er geen data over. Dat. Hij ziet hem denk ik niet. Nee, maar mama, luister dan ook even naar Robert wat hij zegt. Hij zou ook moeten gaan knipperen als hij gaat laden. Ja, dat zal dan zo. Maar dan moet ik hem ook eerst nog even hier los. Rijka, kom eens. Jij bent een stuk jaloers kring, jij. Ja, ga je nou pas door? Nee. Ze is ook zo jaloers. Rijka, kom eens hier. Kom eens hier, wijfie. Daarom gaf ze die knauw richting Kandalf. Jij mag wat wezen. Ja, een beetje loers, dame. Nee, past hier niet in. Deze is van mijn telefoon. Dan moet ik de telefoonstekker gebruiken. Ja. Nee, die niet. Daar past hier niet in. Maar die oude wel. Is dit USB-C naar USB-C? Nee. Dit is gewoon een normale. Wat mama daar heeft. Ja, mama, wacht dan even. Geef die USB-C. Ja, die daar. Die. Ja, en die daarin, ja. Want dit is een USB-C, mam. Ja, lieve vrienden, dat waren Karin en Roderick die er even waren. Ja, ze zijn even wat langer gebleven dan normaal. Het lampje, hè. Dit ga ik straks uitproberen, maar ik doe het even iets anders dan dat Roderick het doet. Voordat ik hem op mijn schouder zet, doe ik hem eerst aan. Dan weet ik tenminste wat ik doe. Want het is allemaal nog even wennen en als ik het eenmaal weet, dan kan ik het doen wanneer die op mijn schouder zit. Ja, toch? En het wordt al donkertjes, het is al donker zowat. Dus ja, en ik ga hem dus straks uitproberen, helemaal leuk. Ja, geweldig. Ik ga hem zo meteen nog even mee spelen. En dan komt het allemaal wel goed, dacht ik zo. En voor degene die, want het is 18:46, het loopt tegen 7 uur. En ik had nog naar de VOMA moeten, maar dat lukt dus niet meer, nee. Ik ga zo meteen de meisjes dus ook uitlaten. Want het is donderdag en we hebben nog goede tijden, slechte tijden. En die wil ik wel graag zien. Dus, en dan neem ik lekker mooi verlichting mee. En dan ben ik goed te zien. Toch? En dan doe ik hem daarna aan de lader. En dan komt het allemaal oké. Dus ik zeg lieve vrienden, geniet ze.